In deze video laat ik je zien hoe je eenvoudig een subscribe button onderin je video's plaatst. Dit is een makkelijke manier om er meer abonnees te komen. Veel mensen gebruiken dit niet, dat is natuurlijk zonde. Ik laat je nu zien hoe je dit kunt instellen. Om de button in je video te krijgen, ga je naar YouTube Studio. Klik er rechtsboven op je logo en klik op YouTube Studio. Ga aan de linkse kant, ga je naar aanpassing. Hier kun je diverse aanpassingen doen op je kanaal. Middelste tabblad is branding, daar klik je op. Hier kunt je foto aanpassen, je logootje. Je kunt je bannerafbeelding aanpassen, wat boven in beeld te zien is, als je je kanaal laat zien. En het videowatermerk. Het videowatermerk adviseer ze 150 150 pixels te gebruiken. Mag groter zijn. Vierkant is het beste. Sowieso kleiner dan 1 MB. Je mag een PNG, een GIF, bitmap of een JPEG bestand gebruiken. Je kunt ze zoeken op Google. Je hebt een heleboel voorbeeldjes staan er online. Je kunt hem ook zelf maken. Klik op uploaden. Kies je bestandje uit. Ik heb deze gekozen. Je kunt hem nog groter en kleiner maken. Ik laat hem lekker zo staan. Klik op klaar. Je kunt er kiezen van, wil ik hem aan het einde van de video zien of een custom start heten. Start na 5 seconden of zo. Of volledige video. Ik kies nu voor volledige video. Als je hiervoor kiest, dan staat het knopje altijd in beeld. Voor al je video's die je ooit gemaakt hebt. Klik op publiceren. En ga naar je kanaal. En dan zie je... Onderin staat de knop. Bedankt voor het kijken naar deze video. Vergeet niet te liken en hou dit kanaal in de gaten voor meer leuke YouTube tips.